Ja, nou, de dag is weer lekker begonnen. We hebben lekker geknald in de gym. Maar ik ben woest. Met jullie kat in het water. Ik pleur nog 20 katten in het water. Weet je wat het is, mensen? Jullie maken je druk om een kutkat. Ja, er worden baby's gebombardeerd in Gaza. Baby's, ja, kleine baby'tjes gebombardeerd in Gaza. Kijk, daar hoor ik jullie niet over. Ik hoor jullie alleen maar over een kutkat, een vervelende kutkat, ja. Die in het water een stukje gezwommen heeft en daarna weer liefde kreeg van oma Alex. Flikker toch op, man, met jullie kutkat, ja. Hey, ga even stilstaan bij wat er echt in de wereld gebeurt. En niet bij een kutkat. Beest krijgt waarschijnlijk nog whiskas van de fooi die ik gegeven heb daar. Bij die kuthotel daar in Turkije. Maar die kutkat, ja, die leeft nog. En die heeft nog een kans op een mooi leven. Maar die baby's niet, ja. En mensen, hou op hiermee. Er is genoeg in de wereld aan de hand. Ja, je hebt zelf genoeg problemen om je druk te maken om Sosé met zijn kutkat. Goed, ik wens jullie allemaal een fijne dag. En dit is niet persoonlijk bedoeld naar alle katten van Nederland. Mijn excuus. Ik hou gewoon van katjes en poesjes, ja. Maar nog veel meer van baby's. Laten we even gewoon wel blijven nadenken, mensen, waar het uiteindelijk echt om gaat. Ja, we zijn mensen, ja, we zijn roofdieren. Katten zijn huisdieren. Dat zijn onze bitches, ja. Maar we hebben het hier over wereldproblematiek. Dat is waar je mee bezig moet houden, ja. En niet met die kutkat die een stukje gezwommen heeft. En ook flikkeren. Stelt je haters. Ik hou wel van jullie, hoor. Maar ik wil jullie even wakker maken. Dat als je daar zit met je hoofd, dat je druk maakt om Sosé die een kat een stukje laat zwemmen. Ja? Dat spoor je niet. Dan ben je ziek in je kop. Oes. Fijne dag. Steek deze maar in je zak.